la pluie, le beau temps. Hey, hey. Nou, ik sta hier bij het kamp van het Belgische Topsport Vlaanderen. De opleidingsploeg van de profploeg. En ja, ik heb net al eventjes een rondje gereden door het historische centrum. Wel hele monumentale pandjes. Maar voor mij zit nog een monument in de koers. Steven de Neef. 40 jaar. Ik dacht dat ik de oudste was, maar Steven is een paar jaartjes ouder. Steven, hoe gaat het met je? Alles goed eigenlijk. Ja? Klaar voor de laatste rit. Pittige rit eigenlijk, met de lastige aankomst. Ja, we gaan proberen vandaag met de ploeg de rit te winnen. Wat ik me nou afvraag, hè? Je hebt 6 talentvolle renners, je wil ze in Europa opleiden, maar hoe communiceer je in godsnaam met Japanners? Ja, nou, we hebben één hele geleerde renner bij zitten, die kan goed Engels. Okay. En onze ploegleider die kan ook redelijk verstaanbaar Engels maken, dus dan is het gewoon prima. Dus, ja, het is een beetje met handen en voeten werken, maar okay. Heel goed. Maar de tactiek komt wel over? De tactiek werkt heel goed en okay. Je kunt heel goed met ze samenwerken. Ze zijn, zijn altijd goed humeurig, ze lachen de hele dag en ze kunnen heel fijn om mee te werken. En Japanners hebben volgens mij discipline, hè? Ja, heel veel. Ja, ik heb de Belgen geïntroduceerd, maar ik zit hier bij de, ja, zeg maar de halve Belgen, de Limburgers. Ik ben er zelf ook één, de Zuid-Limburgers. De jongens van Park Hotel Roding en believe it or not, maar Nick Mulder van Park Hotel Roding is inmiddels de beste Nederlander in het algemeen klassement. Ga je nog een beetje schuiven vandaag in het klassement? Ja, dat is wel de bedoeling, maar het is wel een zwaar rondje. En ja, zijn maar 3 seconden tijdbonus, dus wordt moeilijk. Ik sta hier bij de ploegleider en wat ik me natuurlijk afvraag, is er een strijdplan of hebben ze dat niet bij Park Hotel? Ik ben heel benieuwd. Ja, wel, we hebben wel een strijdplan, Flavio. We willen proberen secondes te pakken met Ning en Takayuki, die gisteren allebei in de kopgroep zaten. Maar dat zal niet gemakkelijk zijn, omdat het in de kop van de klassement natuurlijk heel kort staat. De eerste 3 mannen binnen 10 seconden. Ja. Dus hoe gaan jullie het aanpakken? Ja, ik ga het nou nog niet vertellen. Okay. Ik denk jouw wiel, ja. Okay, ze hebben dus een strijdplan, maar dat gaan ze mij niet vertellen, nogal wie dus. Anders dan ken ik het plan en dan ga ik er met de secondes van door. Maar heeft weinig nut, want ik sta op fucking 8 minuten, dus dat zou ik maar niet doen. Er zijn volgens mij 4 of 5 man gaan lopen. Allemaal kansloos voor het klassement, dus de leider had er geen moeite mee. En er zat ook Dion Beukenboom bij van Ubbing, dus die waren ook weer blij. Ik weet niet wat Dion is geworden of hij gewonnen heeft. Tweede hoor ik net. Nou, heel mooi. En ik heb er natuurlijk gemengd in die sprint. Heftig bergop. Ik denk dat ik net niet of net wel bij de eerste 20 ben. En het ging wel goed. Maar ik had natuurlijk gehoopt de eerste 10. Maar die sprinten moet je echt als eerste onder aan de voet van de berg beginnen. En het is heel moeilijk om daar je krachtsinspanning te kunnen doseren. Ja, meer zat er gewoon niet in. Et bien, nous saluons plus fort encore Mikhaïl Antonov, littéral Katsuta. Ja, ik sta hier heel trots naast de winnaar van Tour La Recherche 2011, Anthony So, van Nantes Atlantique. Can I speak French? Yeah, try it, yeah. Okay,
suis très heureux. Ça fait vraiment plaisir à 19 ans de pouvoir gagner une telle course oui. avec autant de bons coureurs et de belles équipes continentales professionnelles. Donc voilà, maintenant j'espère que ça va me permettre de motiver et puis pour les prochaines échéances oui. et puis de progresser au maximum. Maintenant je remercie énormément mon équipe oui. parce qu'ils ont très bien travaillé aujourd'hui, on a très bien géré la dernière étape, donc voilà c'est parfait. On a pris le maillot au bon moment hier et c'est vraiment génial. Nou, wat Anthony zegt is dat hij natuurlijk heel blij is met de overwinning. Hij is pas 19 jaar en dat hem dit heel erg motiveert om door te pakken en natuurlijk om prof te worden binnenkort. De ploeg heeft hard gewerkt. You want to be professional? Yes, I hope. Me too. I'm a little bit old, but I still want to go pro. Maybe I can work for you next year. Okay. Maybe. Anthony, volgens mij gaan we nog van hem horen. Ja, je zou bijna denken dat ik in dienst ben van Up & Koga, maar niets is minder waar. Ik ben hier gewoon omdat er vandaag weer iemand tweede was. Dion Beukenboom, samen met zijn maatjes. Met mijn ploeg. Zijn ploegmaatjes. Dion, proficiat. Dankjewel. Waarom heb je nou niet afgemaakt, man? Ja, voor de verandering gokte ik een keer. Bluffte ik een keer. En die Frans ging eigenlijk niet achter die Russen aan, die op 1 kilometer aan ging. En hij was eigenlijk iedere ronde al de sterkste bergop. Dus ik wist wel dat ik hem in de gaten moest houden. Maar ik dacht, ja, er zitten nog 4 man die ook achter hem aan, eigenlijk 3. Zitten er nog 3 die ook achter hem aan kunnen gaan. En dat deed eigenlijk niemand. Dus toen heb ik een klein beetje op gang getrokken, zodat ze misschien toch nog gingen. Ja, toen kwam eigenlijk die gozer van Big Matt, die kwam gewoon te laat. En ik ben tweede geworden, ben ik ook tevreden mee. Ik hoor dat de ploeg daarachter echt superwerk heeft verricht. Het is mooi om te horen dat er gewoon vertrouwen is. En dat is andersom natuurlijk ook. We hebben de hele week kaart gereden voor René en gisteren was het natuurlijk wel een domper. Maar het is toch mooi denk ik dat we dat zo af kunnen sluiten. Proficiat man. Dankjewel. En hier staat Bart van Aaren. Je won nog net niet het pelotonsprintje, maar dan zal je 7e zijn of zo. Zoiets. Nog niet verkeerd, hè? 8e. Het is vloeg goed gedaan. Ik zat er een tijdje achter nog met 7 man. Ja. Niet overgenomen natuurlijk. Dus dan nog in de sprint zo tweede worden was wel netjes. En dan een kleine tragische ontwikkeling. René, ik zag je onderuit flikkeren. Zelf die koers. Hey. Ja, 3 dagen in het geel en dan vervolgens op je bek gaan en niet uitrijden. Dat is natuurlijk wel een beetje kut, hè? Ja, het niet uitrijden, dat vind ik eigenlijk nog het allerzuurst. Helemaal door een valpartij. Ja, ik had wel kunnen uitrijden, maar ja, de ploegleider zei altijd direct achter Dion natuurlijk. Ja. En mijn stuur was krom en voorwiel was krom, dus dat was jammer. Ja, dat krijg je als je volle bak probeert af te stoppen. Nou, dat was hem dan, Tour Laren Cher 2011. Woehoe! Ja, Tour Laren Cher is nog niet helemaal afgelopen. Er wordt nog even hier een afterparty gebouwd in de bus, in de file bij de peage. En de mannen gaan los. Het is feest. Team. Het was een mooie week in Frankrijk en we sluiten er natuurlijk af met een feestje.